Ik ben eigenlijk begonnen in een heel klein winkeltje, een paar honderd meter van hier. En al sinds een jaar of acht zitten we hier in deze grote, mooie ruimte. Eigenlijk een vroeger industrieel gebouw, een beetje een loftruimte. Mijn stijl kan ik best omschrijven als heel natuurlijk. Dat betekent dat we veel boeketten maken, dat we ook met veel bloemen werken. Maar dat ik ook graag met veel natuurlijke materialen werk. Nog niet vergeten, ik ben al 30 jaar bezig. We hebben nog ergens een opleiding gehad waar ook klassiek werk nog aan bod kwam. Zeker ook voor begrafeniswerk. Maar verder voor de mensen hier in de winkel gaan we eerder naar bijna informeel werk. Dat betekent in leuke schaaltjes en recipiënten gaan we bijna dagelijks bloemwerk maken. Ik denk, we hebben er lang over gedaan en dat is de taak voor elke bloemist, denk ik, om te weten wat de klant eigenlijk van uw zaak verwacht. De voornaamste eisen blijven natuurlijk lang houdbaar bloemwerk, verse bloemen en ook het moet zijn plaats vinden in een woning. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom dat we graag met oasis werken. Eén reden is zeker en vast dat de kwaliteit heel constant is, dus je kunt het product wel vertrouwen. En ten tweede, een belangrijke reden is voor mij, omdat ik veel met schalen en kleine recipiënten werk, dat oasis gemakkelijk gebruikt kan worden voor die materialen. Dus het is een heel flexibel materiaal. Ik herinner me toen dat ik de eerste folders kreeg van oasis op de veiling en er sprake was van een revolutionair product, dat ik heel sceptisch was. Maar zoals het moet heb ik hier dan de test gedaan. Al na een paar dagen ziet je dat die roos op Max Life eigenlijk nog prima is. Dus de bladeren blijven langer schoon, blijven heel stevig, blijven groen. En de roos blijft eigenlijk heel mooi tot op het einde. Dus we zouden kunnen zeggen dat die roos eigenlijk haar volledige leven leidt. Terwijl in water begint die roos na een paar dagen al stilaan te verwelken. Wel, ik denk als we vroeger oasis gebruikte. De oasis vroeger was zeer goed. Die was flexibel, die was gemakkelijk in het gebruik. Maar dat we nog altijd de voorkeur gaven aan het gebruik van zuiver water. Als het bijvoorbeeld ging over een boeket van rozen, zeker in het geval van rozen, gingen we nog de voorkeur geven aan het gebruik gewoon in een vaas. Met wat ik nu weet, heb ik gezien dat ik eigenlijk de voorkeur ga geven aan het verwerken in oasis, omdat de houdbaarheid langer is. Dus de voorkeuren zijn veranderd van water naar Max Life.